Ik heb een heerlijke 5-0 overwinning vandaag bij Jong PSV. Dat moet lekker zijn op de maandag. Nee, zeker. Ik denk dat er slechtere manieren zijn om je week te beginnen. Ja, 5-0. Ik denk voor rust 1-0. Dat was eigenlijk het enige moment waarin we goed druk zetten vooruit. Ja, dat wordt gelijk beloond met een doelpunt. Daarna eigenlijk waarin hadden we meer balbezit en waren een beetje aan het drukken. Maar ja, verdedigend weinig weggegeven. Dus ja, ga je met 1-0 rusten. En na rust ja, is het natuurlijk lekker dat je binnen een minuut de penalty krijgt. Wil je 2-0 voorkomt. Volgens mij binnen 5 minuten na wordt dat 3-0. Ja, dan weet je dat je gewoon aan het eind gaat het dan denk ik ook nog om die nul houden. Tweede week op rij nu. Dat moet ook wel lekker vertrouwen geven jullie achterin. Nee, zeker. Ik denk dat het ook gewoon heel belangrijk is voor de groep, voor iedereen. Er is natuurlijk ook veel over geschreven door de media en iedereen. Het is te lekker dat je nu gewoon 2 wedstrijden bij de nul hebt. Ja. Vorige week pak je de eerste keer de nul. Toen had Roy eigenlijk geen bal gehad. Vandaag pak je wel een paar hele goede ballen. Ook een hele goede ingreep met een bal die diep komt op Peppy. Dan zie je wel wat vertrouwen ook met een doelman kan doen. Hè? Nou ja, natuurlijk 100%. Ik denk dat dat voor iedereen geldt. Ik denk dat als je goed vol vertrouwen is, gaat iedereen lekker de voetballen. Dan gaat iedereen ook vrij voetballen, waardoor je ook makkelijk gaat scoren. Dat is vandaag ook gebeurd. Even naar het begin van de wedstrijd. Staan jullie nou nog raar te kijken op het moment dat je die Ricardo Peppy op het wedstrijdformulier staat staan? Of doet het je eigenlijk niks? Ja, je weet dat je op maandagavond als een jong team hebt, dat er wel van het eerste. Ik moet eerlijk zeggen dat we hem niet hadden verwacht, maar Land en Nassau hebben we wel gewoon verwacht. Dus, het is allemaal heel veel kwaliteit, maar ik kan niet opstellen. Maar ja, het is natuurlijk wel een grotere naam natuurlijk. Maar ik denk dat we het prima hebben gedaan. Ja, zeker in de eerste helft zag je dat die gasten ook wel echt goed kunnen voetballen. Hè? Daar had je wel hier en daar wat moeite mee soms. Maar ja, daar had je wel gewoon met die 1-0 zes van de rust. Nee, zeker als wat ik net zei. We hadden veel balbezit. En waren een beetje rond de 16 iedereen speelde gewoon vanuit zijn taak. Dat was voor hun lastig om er doorheen te komen. En dit was gewoon een wedstrijd waarin we 90 minuten lang geconcentreerd. Want je weet dat je tegen die gasten even ongeconcentreerd staat te verdedigen. Dan weet je dat ze dat gelijk benutten. Dat ze het afmaken. Maar dat hebben we gewoon goed gedaan. In de tweede helft zijn ze minder gevallen. Ja. Voor jouzelf denk ik ook een lekkere wedstrijd. Ik heb jou heel vaak langs de zijlijn zien rennen. We hadden de beentje een beetje op aan het einde. Ja, op een gegeven moment ga je dat natuurlijk wel merken. Zeg je dat? Dat je tankje gaat rood knipperen, laat ik zo zeggen. Dus het was nog 5 minuten volgens mij. Dus het was 5-0 en 4-0. Dus was prima. Weet je, vrijdag moeten we er weer staan. En toch was weer een mooie wedstrijd. Inmiddels klinkt het, maakt die camper nou niet gek behoorlijk uit het uitvak. En ook op de thuistribune hoor je die natuurlijk al. Waar komt eigenlijk vandaan? Want je hebt hem zelf onder een Instagram post gezet volgens mij, hè? Ja, nee, zeker. Dat is inderdaad zo gegroeid inderdaad, dat ik had toen die Insta-post dat ik het erom gezet van maak ik het nou niet gek. Toen is dat een beetje gaan leven op dat gebeurde, en ook maak ik het nou niet gek inderdaad. Dus is mooi, het is gewoon een schapje begonnen en de supporters zijn het over. Dus, komt dat ergens vandaan? Nee, zeg je dat tegen je vrienden wel of zo? Zeg je mijn vrienden dat wel eens tegen jou? Nee, ik weet echt niet hoe dat is ontstaan inderdaad. Maar ik zag dat volgens mij een keer voorbij komen bij Lopijn op Instagram, weet je, dat heel veel gepost. En toen dacht ik van ja, post dat ook, weet je, dus zo is dat heel mooi. Moeizaam periode gehad, maar inmiddels gewoon 4 puntjes van de directe plek die recht heeft op promotie. Dat geeft ook wel lekker gevoel, denk ik. Het wordt echt spannend bovenin. Nee, zeker. Als je ook ziet, volgende week spelen we weer tegen ADO, dat wordt ook weer gewoon leuk mensen weer punten laten liggen. Wij krijgen ons thuis. Wij moeten gewoon zorgen dat we die wedstrijd ook gewoon winnen. En daarna krijgen we zelf een ADO en Willem II. Dat zijn gewoon die drie wedstrijden. Nog winnen voor de winterstop. Ja, dan staan we gewoon helemaal bij. Waar je dan staat. Dan ga je heel lekker de winterstop in onlangs de stroeven starten. Maar echt, moet dan nu zeggen, maar wedstrijd voor wedstrijd. Dat is eerst voor mij. Nee, 100%. Ja, ik zeg al. Ik heb ook gezegd, we hebben nu gewoon een goede wedstrijd gehad. Maar nu focus op herstellen en op naar vrijdag. Gefeliciteerd. Yes, dankjewel.